In 1952 was ik vierdejaars student rechten in Leiden. En ik had toen eerlijk gezegd nog helemaal niet nagedacht over de vraag wat ik na mijn doctoraalexamen zou gaan doen. Ja, vernieuwing voor wat het werk betreft. Het werk is door zijn aard natuurlijk altijd in hoofdzaak hetzelfde gebleven, namelijk advies geven over juridische kwesties en conflicten behandelen, al of niet door te procederen. Een van de onderwerpen waar de Algemene Raad zich intensief mee heeft bezig gehouden in mijn tijd was een wijziging van de advocatenwet die op stapel stond. De orde kon zich met die opzet na enig nadenken toch wel verenigen. En alleen in de Tweede Kamer zijn er toen voorstellen geweest om ook niet-advocaten een rol te gaan laten spelen en ook niet rechters, maar buitenstaanders. Onder andere de Consumentenbond had daarop aangedrongen, maar ook een van de politieke partijen. En daar heb ik in mijn laatste reden als algemeen deken heb ik daar de nodige aandacht aan besteed, want dat leken mij hele slechte plannen. Gelukkig zijn die plannen ook niet doorgegaan. Nu dreigt er iets veel ergers, naar mijn idee. Maar het is niet mijn rol om me daarover uit te laten. Maar ik hoop dat wat de huidige regering voor plannen heeft met het toezicht op de tuchtzaken, de behandeling daarvan, vooral door lokale dekens en dergelijke, daar wil men iets waarvan de huidige deken Loerbach zich al, naar mijn idee, volkomen terecht stevig tegen aan het verzetten is. Gesteund door vele anderen, gelukkig. Nou, ik neem me weer terug naar de jaren 1951-1952, dus het jaar van de oprichting van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik denk dat ik de enige overlevende ben van die vergaderingen. Visser van Essen was een uitstekende landelijke deken, maar hij was een zeer dominante man. En toen gebeurde is dat we tijdens een discussie een van de leden van de Algemene Raad zei: ja, je kunt niet volstaan met juridische bijstand en zeker niet in persoon- en familiezaken, want je moet daar ook soms geestelijke bijstand verlenen, zielzorg betrachten, allerlei andere dingen die je dan bijstaan, persoonlijke steun geven. En toen vloog Visser van IJssel op: wat een onzin is dat allemaal. Natuurlijk moet je dat helemaal niet doen. Je bent zo'n advocaat en dan ben je dus jurist. En datgene waarvan je af weet, daar moet je mee bezighouden. En niet met dat soort andere dingen. Dat is maar allemaal onzin. Maar het merkwaardige is dat enige tijd later ging Visser van IJssel de zaal uit, of de kamer uit. Want we vergaderden in het kantoor van de Raad niet. En ging hij de kamer uit. En toen zei je, al deze landelijke en plaatselijke dekens, allemaal dus mensen toch van gezag in mijn ogen, waar ik hoog tegenop keek als jong broekje die daarbij zat, als stagiaire of als junior, hoe je dat noemen wil. Nou, ik was het toch eigenlijk niet met Visser van IJssel eens. Want zeker in die familiezaken moeten we niet volstaan met juridische bijstand, maar allerlei andere dingen ook nog doen. En iedereen was het daarmee eens. En wat mij daarbij opviel, dat is dat al deze mensen van gezag, waar ik dus hoog tegenop keek, in aanwezigheid van Visser van IJssel niets durfde te zeggen en pas toen de Kamer verlaten had, daar een discussie op gang kwam. Ja, mij wordt gevraagd te vertellen hoe het lang geleden was in de advocatuur. Lang geleden, dat betekent dus 60 jaar, 50 jaar, 40 jaar geleden. En ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. En ik moet u zeggen, ik herinner mij niet anders dan uit die tijd. Kleine kantoren,
We waren met z'n tweeën, we waren alleen. Een enkel was met z'n drieën, Stibbe, Blijssen en Van Schaik. En dat was dan echt een, wat je noemt, een groot kantoor. Die ontwikkeling is verder gegaan. Allemaal specialisten. Jammer vind ik dat eigenlijk wel. Want het leuke van mijn vak heb ik juist altijd gevonden, dat ik bij wijze van spreken iedereen te woord kon staan. Iedereen kon helpen. En dat iedereen ook bij mij kwam en zijn problemen openbaarde. Deden we alles, zult u zich afvragen? Nou, bijna wel hoor. Als er iemand kwam met een kwestie over de vogelwet, nou dan doken we in de vogelwet. Alleen cassatiezaken deden we in het begin niet. Dat was ons geleerd. Dat was veel te moeilijk. Ja, en toen is er natuurlijk op een gegeven moment is er een omslag gekomen. Toen werden de grote kantoren werden opgericht. Toen kregen we dus om te beginnen, naar mijn smaak om te beginnen tenminste, een groot kantoor van Stibbe. En dan kon het je gebeuren dat je een merkrechtszaak had. En dat je daar een kort geding over had en dat je tegenstander was een jongen van Stibbe die het allemaal veel beter wist. Maar dat had je dan tegen je cliënt ook wel gezegd hoor, dat ja, die jongens van hele gespecialiseerde kantoren, ja, die weten er meer van dan ik. Dus als u daarmee wilt gaan, dan moet u naar die mensen toe gaan. Dat wou mijn cliënt dan gelukkig niet. Dus die liet mij toch aan het werk gaan. En ik moet erbij zeggen, ik geloof dat ze er over het algemeen geen spijt van hebben gehad.